19 mannen en vrouwen die kind waren in de Tweede Wereldoorlog in het Brabantse Bokstel vertellen over hun herinneringen. Die herinneringen variëren van jeugdig speels avontuur tot dramatische belevenissen. Allemaal verhalen die onderdeel zijn van de lokale Bokstelse historie. Deze documentaire is samengesteld uit 9 onderdelen waarin telkens 1 onderwerp aan de orde komt. Straks deel 1. Voorafgaand een toelichting. Hoe is het idee van deze film ontstaan? En wie hebben deze productie tot stand gebracht? Ik ben Hans van Liemt. Ik ben geboren op 31 maart 1944. Een oorlogskind dus. Mijn ouders die verbleven toen in Vught. Ik ben daar ook geboren, maar ze zijn meteen na de bevrijding naar Bokstel gegaan. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen, 3 jongens. En ik heb vanaf het allereerste begin op de lagere school al heb ik belangstelling gehad voor geschiedenis en zeker ook voor de oorlog. Ik ben Ad van Meurs. Ik ben geboren 11 april 1936 in Bokstel. En heb in Bokstel gewoond op de Kapelweg, dichtbij de spoorlijn van Bokstel naar Oosterwijk. Daarom heb ik nogal wat oorlogshandelingen gezien, ook vliegtuigen. Zeker in 1944, toen Spitfires en dergelijke Duitse treinen onder vuur namen. Ik ben Guus Bekooy. Ik ben nog, zeggen we dan maar, van voor de oorlog. Ik ben geboren in december 1937 in Haarlem. En voor mij is de oorlog dus anders verlopen dan voor de mensen die hier in Bokstel woonden. Voor die mensen was het voor mij althans niet moeilijk om over de oorlog te praten, want het is een herinnering die zij ook gezien hebben. En wat je gezien hebt, dat kun je meteen weer vertellen. Dat is geen kwestie van vergeten, maar je ziet het gewoon nog steeds gebeuren. En er zijn ook een paar mensen geweest die zeggen van nou, ik zie er toch maar vanaf om bij jou het interview te doen. Waren niet geïnteresseerd en dergelijke. Door kleine redenen die ik dan zelf niet zag. Maar verder was het niet moeilijk. Iedereen vertelde heel graag. Ook al omdat de eigen jeugd terugkwam. Ik heb bijna 30 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt. De eerste 7 jaar als onderwijzer. En toen heb ik vooral de klassen 5 en 6 gehad, dat is nu groep 7 en 8. En toen al heb ik gedacht, ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, maar wat ik ervan gehoord en gelezen heb en erover gestudeerd heb, dat is zo belangrijk, dat moet ik doorgeven aan de komende generatie. En die komende generatie, die heb ik hier voor me. Dat is eigenlijk het allereerste begin. Als je historie met name, historische situaties wil duidelijk maken aan nieuwe generaties, aan ook vooral ook aan jongere mensen, dan kun je ze uiteraard niet meenemen in het leven en in de omstandigheden van vroeger. Maar je kunt daar wel zo dicht mogelijk bij komen. En ik vind zelf film daar een fantastisch medium voor. We hadden toen na de oorlog afgesproken, nooit meer oorlog. En als je nu ziet dat wij nu op dit moment zo te maken hebben met de gevolgen van oorlog, dat mensen dus hun leven willen redden. En dat wij hier in Nederland, denk ik, onze geschiedenis zijn vergeten. Ik denk meteen terug van waarom zijn wij bang voor die mensen? Die mensen zijn in doodsnood. Die komen met kinderen en die laten alles achter. En die willen alleen maar overleven. En wij hebben, denk ik, de taak, de opdracht gewoon, om die mensen te helpen. Er is natuurlijk altijd wel iets over te zeggen van we moeten zorgen dat we de mensen helpen die het echt nodig hebben. En de profiteurs en zo, dat snap ik allemaal. En daarom vind ik het belangrijk dat naarmate de mensen uitsterven die die verhalen zelf nog kunnen vertellen, dat die verhalen bewaard worden. Vandaar dit project. Het is onze bedoeling geweest om de film eerlijk en eenvoudig te houden. Dus geen Hollywood-toestanden, geen symfonieorkesten met veel violen. Het gaat zuiver om wat deze mensen na zo'n 75 jaar
nog steeds aan oorlogsherinneringen met zich meedragen. Kijk mee en luister. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. Ik ben Jan Penenburg. In de oorlog heette ik Greetje Adelaars. Ik ben Riet Krijns Doms. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Mijn naam is Jo van Riel. Het was 10 mei. Ik kwam mijn vader boven. Hij zegt, het is oorlog. Ja, ik wist niet wat de oorlog was. Ja, neem je dan gewoon aan voor goed. Ja, het is oorlog. We wisten wel dat het niet goed was. Maar wat nou precies inhield, dat wist ik niet. Heel de familie die stond buiten, 's morgens om een uur of 6. En toen zagen wij dus een aantal vreemde vliegtuigen overkomen richting het westen. En toen hoorden wij toch heel in de verte al ontploffingen. En toen wisten wij toch wel hoe laat het was, dat we werden overvallen. Het was een zonnige dag. En ik liep dus naar buiten om te zien waar mijn ouders en mijn broer en zussen waren. En die stonden op de straat, in die Van Ranststraat, stonden ze naar de hemel te turen, naar eskaders, vliegtuigen die overkwamen. En dat hadden wij voorheen nog nooit gezien. Heel veel vliegtuigen kwamen over. En het was direct een hele andere sfeer op straat ook. Hè. De mensen kwamen allemaal naar buiten, die gingen allemaal naar buiten en die kwamen allemaal met elkaar praten van... Wat het nou was en hoe het nou zou gaan. En het was wel een beetje spannend, maar wij vonden het eigenlijk best interessant als jonge kinderen. Want er was nou eens iets te doen. Hè? Ze werd tegen me verteld, de Engelsen zijn de vrienden en de Duitsers zijn de vijanden. Dat vond ik al een beetje raar, want ik denk, ja, we hebben die mensen gedaan om vijanden te zijn. Waar nou de zeeman is, daar voor de deur stonden wij te kijken en toen kwamen de Duitse troepen vanuit de richting de Vellenoord. Toen kwamen ze Boksel binnengetrokken. En daar waren dus lopende soldaten. Daar waren soldaten op open vrachtwagens. En heel veel paarden. En die paarden waren ook al bezet door het wat hogere. Dat kon je zien aan de uitrusting. Op een gegeven moment hadden we toen wel door dat aan de uitrusting kon zien dat het wat hogere militairen waren. Die reden op paard. En die trokken Boksel in richting het station. Wij komen buiten en dan zien we heel de straat vol staan met heel modern oorlogsmateriaal. We waren dus gewend wel het Nederlandse legervoertuigen te zien, maar wat daar stond, dat was voor ons verbazingwekkend. Bovendien was het natuurlijk vreemd en een beetje beangstigend, want we zagen vreemde mensen uiteraard in een vreemde taal sprekend. Ik zag daar toen een heel vreemd voertuig staan, een militair voertuig, met vreemde militairen erin, dat wil zeggen vreemd, heel anders gekleed dan ons Nederlandse. Onder de Nederlandse soldaten. Ik ben daar toen naartoe gelopen, want alle mensen liepen daar eigenlijk naartoe. En ik zag daar voor het eerst dus een Duitse soldaat in een afwijkend uniform van het Nederlandse uniform. En die stond daar in dat echt vreemde voertuig met voor autobanden en achter waren het rupsbanden. Wat ze nou precies kwamen doen, was ons niet duidelijk. De oorlog was 3 weken aan de gang en toen werd het station gebombardeerd. Ik heb dat niet gehoord, want het is 's nachts gebeurd. Maar heel vroeg in de morgen werden wij ervan in kennis gesteld door buren of andere mensen. En die zeiden, ja, het station is gebombardeerd. Nou, dan wil je daar naartoe. En ik ben er dus ook naartoe gelopen met mijn vriendjes. En ik kwam toen... Nadat ik toch van ver al de enorme ravage gezien had, langs de afrastering die er stond,
tussen de weg en het emplacement. Er lag een Duitse helm, een vrij nieuwe, want er zat een, zeg maar een bescherming in voor het hoofd van Leer, dat die helm niet op het hoofd drukte. En door de helm heen was een scherf gegaan van een bom. En er zat dus ook bloed in die helm, op dat leer. En dat was een hele bijzondere ervaring voor mij. Eigenlijk de eerste van, nu is de dood in het spel. Daarna was het zo dat die Duitse soldaten steeds vaker gingen in mars door Bochtel gingen. Al was het maar om gewoon te oefenen. En daarbij kwam dan dat ze dat bijna altijd zingend deden. Wenn wir fahren gegen Engeland, ahoy. Ik heb voor het eerst de Duitsers ontmoet op de Liemseweg nummer 11, daar woonden wij. Dat waren twee soldaten die bij ons in de stal gehuisvest waren. Die waren daar dag en nacht. Die hadden een soort morseapparaat bij zich. Toen wist ik de naam dan niet van. En ik herinner me dat wij daar 's avonds altijd bij zaten. Want die twee zaten eindeloos op zo'n apparaatje te tikken. En dat vonden wij wel spannend. Ik kwam daar dus op mijn eentje in een vrij stille straat langs die Duitse soldaat. En op het moment dat ik hem passeerde, riep hij tegen mij en dat ik stil moest staan. En ik schrok daar een beetje van. En het was toch wel een aardig man zo om te zien. Hij was ook niet zo jong meer. En hij haalde uit zijn zak een rolletje snoep en daar gaf hij er een van aan mij. Ik pakte het aan en liep gauw weer door tot ik aan de straat was, de Kloosterstraat, waar ik rechtsaf kon uit zijn zicht. En eenmaal in die Kloosterstraat heb ik dat snoepje gegooid zo ver als het vliegen kon. Want ik dacht, wellicht is het vergiftig en dan moet ik mij uitkijken dus. Van die Duitsers kregen wij chocolade aangeboden in tablet. En dan mochten we van mijn moeder mochten we dat niet aannemen. Want het praatje ging toen rond dat er op een gegeven moment dat gevaarlijk was. En die Duitsers die zeiden dus op een gegeven moment, je kunt makkelijk eten, want het is geen gif. Van wij werd een kalf gehaald. En dat was natuurlijk bedoeld voor de keuken. En dat kalf, dat herinner ik me nog precies, dat werd bij ons bij de kippenkooi aan de notenboom vastgezet. En op een gegeven moment ging een soldaat met een geweer die kant op. En ik als nieuwsgierig manneke erachteraan. En die soldaat die maakte mij duidelijk, hey, achter mij blijven manneke, achter mij blijven. En die ging naar de mustermeid, legde zijn geweer op een tak en schoot dat kalf neer. Dat is natuurlijk voor manneke van 9 een heel ingrijpende gebeurtenis. Ze kwamen op de boerderij, ze liepen plotseling in één keer achter het huis. Ik herinner me er twee van. Eén, dat was een prachtige Duitser, een ubermensch bijna. Een geweldige persoon, nou, daar zou een vriend mee geworden zijn. Waarschijnlijk had hij een prachtige taak gehad in Duitsland toen hij in dienst moest. Maar er kwam even nadien kwam er een schurkachtige kerel en die zei ik, je moet een kip hebben. En hij pakt zijn geweer en daar stond ik bij. En op een afstand van 15, 20 meter schoot hij in het ren een kip dood en die veren die spatten naar alle kanten. Nou, ik had hem aan willen vliegen. Twee verschillende soorten mensen op hetzelfde erf. De jonge soldaten die zaten natuurlijk aan het front. Wat er bij ons zat, dat waren ja, mensen van middelbare leeftijd. Die eigenlijk maar één idee hadden van ik wil naar huis, ik wil naar mijn kinderen, ik wil naar mijn vrouw. En ik heb er al maanden niks meer van gehoord. En mijn moeder die was als het ware hun toevluchtsoord. Ze kwamen met hun zorgen en met hun angsten kwamen ze bij mijn moeder. Dus er kwam op die manier eigenlijk een heel goed contact tot stand. En om terug te komen op dat kalf,
dat resulteerde erin dat een mooi stuk van het kalf bij mijn moeder op de keukentafel werd gelegd.